Kelvin, mijn naam is Kelvin, a.k.a. Kelvin. Als je me nog niet kent, dan ben je al helaas. Oké, topverhaal. Ik leef nog. Oh. Het leek er heel even op dat ik nooit meer terug zou zijn in Nederland. Dat spijtige gedachtegang was dat. Je gaat het geloven of niet, maar ik ben net terug in Nederland. Ik ben echt net gearriveerd. Dat komt omdat ik een paar dagen vast zat in een wildvreemd land waarvan ik niet mag zeggen welk land dat is, want dat mag niet van de mag gewoon niet. Oké, het is gewoon verboden. In ieder geval, het leek er heel even op dat ik niet op tijd was om een video te maken voor jullie, maar hey, you know what's good, man. I'm Kelvin, a.k.a. Kelvin. We go up in this motherfucking Kelfam, bitch. Mensen, laat even één ding duidelijk zijn, oké? Okay? Ik stel de Kelfam nooit teleur. Never, ever, ever. Dus daarom ben ik hier om een video te maken. Mensen, mochten jullie nog geen onderdeel zijn van de Kelfam, doe het dan sowieso. Abonneer op mijn kanaal, join the Kelfam, it's good, man. Let's fucking go. Mocht je nou afvragen, hey, Kelfam? Kelfam, wat is dat nou? Wat is Kelfam nou? Kelfam is de groep, de groepering, de family, waarin iedereen eigenlijk gewoon voor elkaar klaarstaat wanneer we dat nodig hebben. Oké, we kennen allemaal het moment waarop je niet helemaal het gevoel hebt alsof je ergens bij hoort en BAM! Daar is de Kelfam dan voor jou, speciaal voor jou. Er zijn WhatsApp-groepen, er zijn Instagram-fanaccounts, er is iedereen. Join the Kelfam, man, it's good. Weet je, ik vind dat we in deze tijd moeten klaarstaan voor elkaar. Want, we doen allemaal tegenwoordig alsof het leven zo geweldig is en alsof we allemaal zo blij zijn. Maar eigenlijk in de realiteit is dat helemaal niet zo. En is het fijn als er mensen voor je klaarstaan. En dat hoeven dan niet per se altijd je ouders te zijn of je matties op school. Maar dat kunnen ook gewoon andere mensen zijn die op hetzelfde level zitten als jij. En dat is waar de Kelfam voor is, weet je. We zijn er gewoon voor elkaar, we supporten elkaar, we houden van elkaar. Jullie supporten mij, ik support jullie. Let's go, man! Boom! Als je mij volgt op Instagram, dan heb je waarschijnlijk wel deze foto gezien waarin ik in een wildvreemde stad was beland en ik kon eigenlijk gewoon nergens heen. Het was fantastisch. Nee, het was verschrikkelijk. It was horrible, man. Yeah. Mocht je mij nou nog niet volgen op Instagram, doe dat dan sowieso. Hoe kan je deze foto niet gezien hebben? Dit is een van de hardste foto's die ik ooit heb gemaakt. Zou dan naar JJ Bosco voor het maken van een foto. Hey man, you good. Day one was good, man. Welkom bij een nieuwe aflevering van Storytime met Kelvin. Met vandaag Kelvin in de studio. Kelvin. Hi. Goeiedag. Vertel ons even, wat is er gebeurd in Pinkelstad? Pinkelstad. Pinkelstad, dat was leuk. Dat was een mooi land. Dat was opgesloten. Jazeker. Dit is de grote kerk. Nee, ik vloog van Amsterdam naar Pinkelstad. Ja, ik noem het maar even Spikkelland. Oké, ik noem het Spikkelland. Ik ging naar Spikkelland, ik vloog van Amsterdam naar Spikkelland en ik moest in een bepaalde stad landen. Maar ja, toen zaten we in het vliegtuig en toen hoorden we in één keer dit. Dames en heren, er ligt zeg maar keihard veel sneeuw in Spikkelland. Dus we kunnen niet landen. Clinton! Dus we hebben ongeveer 2 uur lang boven Spikkelland gevlogen. Toen zei de piloot ineens... Ja, dames en heren, niet genoeg brandstof meer. Niet genoeg brandstof in een vliegtuig. Ja, dat is een comfortabel bericht. Dankjewel. Beetje akelig. Beetje lastig. En toen kwam het magische bericht. Nou, we hebben toch besloten om naar een ander vliegveld te vliegen om daar te landen. Dus zijn we naar een ander vliegveld gevlogen, zijn we daar geland, moest ik met de auto van vliegveld A naar vliegveld B waar ik eerst zou zijn. En toen gingen we daar opnames doen en dat duurde ongeveer een dag en toen zouden we op vrijdag terugvliegen. En het is vandaag maandag en ik ben net terug, what the fuck. Tijdens ons verblijf kwamen we erachter dat het een soort van sneeuwstorm is en dat er nog nooit zoveel sneeuw was gevallen in Spikkelland dan ooit tevoren. Dus ja, dan kom je bij het vliegveld en dan zie je een bord staan met zeg maar alles gecanceld. Elke vlucht is gecanceld, je bent fucked for life. Maar ongeacht dat het zo kut was, heeft het me iets heel belangrijks geleerd. Weet je, we waren met z'n drietjes. Ik kwam met JJ Bosker, die halve rugby speler van vroeger, die helemaal niks meer kan tegenwoordig. JJ, I love you, man. En Kai van der Voort, ex-BB flit. En tegenwoordig, fucking lekker. Dat is een beetje raar dat ik dat zei, hè? Ja, dat is wel mijn way. Ik heb één ding geleerd. Het is gewoon onmacht, oké? Okay? Je kan er gewoon niks aan doen. Dus ja, je kan wel op een vliegveld gaan staan, elkaar doodschelden en zeggen, ja, godverdomme, ik haat dit, bla bla bla. Weet je wat wij hebben gedaan? Alleen maar bier gedronken, naar de kloten gegaan, kleren gekocht. That's it, man. We enjoyed our time in Spikkelland. Zoals ik jullie vertelde, ben ik net terug van Spikkelland. Heb ik mijn laptop even bij gepakt. En ik zag een video die me niet helemaal aanstond. Dat ga ik je eerlijk vertellen. Ik snap niet helemaal precies wat hier is gebeurd, dames en heren. Ik zal het even kort toelichten. Ik dankjewel. Oké, jullie weten 3 dingen van mij. 1 is dat ik een Mogol ben. 2 is dat ik een vriendin heb genaamd Nina. Dat is de mooiste vrouw van de hele wereld. Dat vind ik. En als je dat niet vindt. Shut the fuck up! Is helemaal oké. Okay. En de 3e is dat mijn beste vriend Peter. Peter is. Dat was een fantastische zin. Peter heeft een YouTube-kanaal gedaan. Peter, daar heeft hij vorige week een documentaire op geüpload. Die was fantastisch. 1 miljoen keer bekeken of zo. Hey, Peter, man. I'm fucking proud of you, man. We all miss my life, man. Maar hij heeft ook nog een video geüpload die een beetje is ondergesneeuwd door de documentaire. Maar hij bestaat wel. Oké. Okay. Hoe ga ik dit een beetje op een normale manier uitleggen? Dames en heren. Mijn beste vriend is dus op date geweest met mijn vriendin. Ze hebben gewoon een date. Toen ik weg was, hebben ze gewoon een date gehad met elkaar. Ja, dat is zeg maar de waarheid. Peter is op date geweest met Nina en ik weet... Dat is allemaal niet waar!
Er is zeg maar een man met een soort van onderbroekenmodel lichaam. Met gewoon een knappe kop. Hij heeft gewoon een soort van amazing shoot gehad. En elke vrouw denkt, yo, deze gast is niet normaal hoe knap die is. En deze man gaat in de tijd dat ik niet in Nederland ben op date met mijn vriendin. What is happening, man? Lieve Nina, mag ik je vriendje zijn? Petrus. Oké, dames en heren. Dat is Tina. De prachtige grootste schoonheid. Hé, pap, je bent gewoon geld aan het verdienen, hè? Je bent gewoon, dit is gewoon, er zitten gewoon ads op. Je bent gewoon geld aan het verdienen op mijn vriendin. Het gebeurt hier maar. Ik ga vandaag met Nina op date en kijken of ze misschien wel nog een man in haar leven zou willen hebben. Robin, zet je maar even lekker schrap. Zet je maar even lekker schrap. Papi, man. Schrap. Rans heeft schrap zet, hoor, hé. Let's go. Hallo. Goeiedag, godin Nina. Godin Nina, man. What are you doing? Jij mag altijd binnenkomen. Jij mag altijd. Hoezo mag Peter altijd binnenkomen? Oké, Nina. Dus stel je voor, hè, wij zijn gezellig aan het doen in ons bed. Want hey, dat doen we wel eens. Want hey, wij zijn twee mensen van boven de 18 en 16 en 14. Dus ja, dan doen we dat. Say, hey, that was good. En op dat moment belt Peter aan en zegt Nina, oh, ik doe wel even open. Dat is Peter. Die mag altijd binnenkomen. Nee! Voor de mensen die niet weten, Nina is even een vriendje van Kanijn. Yes. Maar ik dacht van alles kan kapot. Alles kan kapot. Je fucking hasses kan ook kapot, vriend. Een jongen moet spontaan zijn, ambitieus zijn. Het hoeft helemaal niet op, wil miljonair worden of 1 miljoen. Je hebt geen toestemming gevraagd of je dat stukje uit mijn video mocht gebruiken, ja. Weet je, laat ons wel even aan de regels houden, ja. Ik kan niet zomaar iets uit mijn video gebruiken, hè. Copyright! Oké, okay, wat vind jij aantrekkelijk? Nou, ik vind jouw kledingstijl heel mooi. Ik moet heel even terugspoelen. Daar! Precies dat! Hoe? Dit is niet oké. Mensen, zien jullie wat hier gebeurt? Nina, wat doe je maar? What are you doing to me, man? Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ik weet niet hoe de regels zijn. Ik weet niet hoe ik mezelf moet werken. Ik weet niet wat ik moet doen. Dit handje. Waarom dit handje? Hé, als er één ding duidelijk over me is, hè. Ik ben geen jaloers type. Maar dit gaat me echt even 8 stappen te ver, hoor. Daar ben ik heel eerlijk in. Als ik zeg maar mijn ideale type uiterlijk of zo zou omschrijven, dan zeg ik dat je geteerd, bruin haar, je gespierd. Hello darkness, my old friend. Die je omschrijft gewoon precies alles wat ik niet ben. Precies, hoe kan je nou hard disrespecten, man? Beetje getint. Heb je gezien hoe blank ik ben, papi? Ik ga 2 weken naar Jamaica toe, ik kom terug. Ik ben blanker dan dat ik heen ging. Bruin haar. Oké, nee, is goed. What is this? Wat heb ik dan gedaan om alsnog het wonderbaarlijke plekje te kunnen verkrijgen als zijnde de vriend van Nie? Ik snap het gewoon niet. Eigenlijk zegt het niet zoveel. Oké, gelukkig, want ik ben... Weer een handje! Nee. Dit is nou de 2e keer dat dit handje gebeurt. Als het 3 keer gebeurt, ben ik er helemaal klaar mee, hè? Dat word ik wild, dat word ik echt wild. Kelvin, je bent knap en succesvol en aardig. Kelvin, je bent knap en succesvol en aardig. Kelvin, je bent knap en succesvol en aardig. Je moet geïnteresseerd in me zijn. Hey schat, hey lieverd, hoe was je dag? Hoe wil je eigenlijk komen? Hou je eigenlijk van roze schijfjes? Ben jij wel eens in de hemel geweest? Wat vind je van Trump? Ben je achter de grotere wezens wel eens achter geweest? Wil je wel weten hoe het gaat? Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Ben jij 3 keer over de kop gegaan? Wat vind je eigenlijk van de roze pimpeldoekjes? Hallo? Hallo? Dat is Kelvin van Wakker! Ja, maar... Doe Kelvin ook wel wasvoeten, vriend? Ja. Dus je benen gooien zo. Wasvoet! Ja? Dat is lekker, man. Oké, maar ik heb dus alleen maar... Dit. Kijk, en dat is teamwork. Dat is nou... Weer! Weer een handje! Hey! Nee. Peter wil een mannelijke high five doen. Dus hij doet zo. En Nina doet zo. High five, niks mis mee. Maar dan... Ze hebben gewoon een volledige seconde elkaars hand. God. Oké, is goed. We gaan even over op actie. Ja, kom maar.
Abonneer, join de Kelfam. Ik zie je de volgende keer weer.